Het dak van de Magrietschool aan de Alpenstraat in Woerden is bijna af. Vorig jaar bleek dat het dak niet goed geconstrueerd was, waardoor er bij zware sneeuwval instortingsgevaar zou kunnen ontstaan. De fout werd ontdekt doordat er aanhoudend sprake was van lekkages. Vanaf half december verhuizen de groepen 1 en 2 weer naar hun eigen schoolgebouw. Ze zitten nu in een tijdelijk onderkomen. De periode van gebruik van een noodlocatie is pas echt voorbij als ook de groepen 3 en 4 weer terug kunnen naar de Alpenstraat. Zij zijn tijdelijk gehuisvest in de BSO-locatie aan de Oeralstraat.